op het Cleantech Festival met Pieter Jozef van 3E Consultancy Bureau. En jij gaat mij meer vertellen over wat Newton, jullie nieuwe project, hier op MIP is. Wel, Newton is een samenwerking tussen 3E, Renteport en Van Laren. En wat willen we juist doen in het project is een optimalisatietool ontwikkelen voor de haalbaarheid van een energieatol, dus de pumped storage eilanden in zee in feite. Ja, opwindend, hè, want dus, bon, iedereen weet wat het probleem is. Die windmolens hebben nu eens wel elektriciteit, dan weer niet, maar die moet opgeslagen worden en dat zijn waanzinnige projecten waar jullie mee bezig zijn, hè? Dus, ja, inderdaad, maar het is een tool die de haalbaarheid bekijkt. En laat ons hopen dat dat dan in de praktijk wordt gebracht, ook die projecten. Dus, en dat de Vlaamse cleantech-industrie daar ook van kan profiteren dan. Ja. Zijn jullie dan bezig met die eilanden die aan de kust zouden worden gebouwd en zo? Is dat een van de... Wel, 3E is daarmee bezig, maar dan meer in consultancyfase, meer op de feasibility, meer kijken is het mogelijk, financieel. Is het rendabel ten eerste en dan ook technisch is het mogelijk en in welke vorm. Dus 3E bekijkt meer deze kant en minder de bouwkant. De ontwikkelingskant is dan meer voor een DME, meer voor een Renteport en zo meer. En Valare ook. Absoluut, ja. Maar consultants moeten er ook zijn nog voor we kunnen gaan bouwen aan waanzinnig grote projecten. Moet het eerst onderzocht worden of het mogelijk is, dat doen we.